Nice. En zeg maar hoe je nu liedjes maakt, toch? Merk je een ander soort proces als het in je hoofd of wat dan ook, dat het anders gaat? Want nu, je liedjes klinken meer muzikaler en zo, dus gaat er iets anders? Ik denk dat ik wel de laatste tijd meer gefocust ben op liedjes maken, inderdaad, ja. Dan in plaats van rappen. Je weet toch? Ik kan gewoon, je hebt gezien wat mijn laatste 101 bars, wat ik daar doe, zeg maar. Ik bedoel, als je dat geen rappen noemt, broer, ja. Dan kan je beter gewoon je computer uit het raam gooien. Ik wil op 101 bars per tory kijken, broer, ja. Want ik kill die hele shit. En ik ben gewoon, ik ben super zelfverzekerd over die shit, bro. Dat oké, ik heen on that, je weet toch? Ja. Dus dat, die ding, dat is spitten, man, broer. Dus we gaan spitten, broer, je weet toch? Dat, daar kom ik van, zeg maar. Mm-hmm. Maar dit is nou wat ik ontwikkeld ben. En ik vind muziek maken vind ik gewoon super lauw, je weet toch? En mijn kleine neefje van 2 ziet mij op tv en zegt, Ammo. Yeah. Weet je toch? En hij wordt boos wanneer hij doet, hij is afgelopen of ketchup, begrijp je? Dat is toch super mooi. Ja, dat ken je met bepaalde pokoes, ken je dat denk ik niet, je weet toch? En, dus ja, je gaat ook met die insteek de studio in van, ai, wanneer je zo'n beat hoort, normaal sla je hem misschien over omdat je dat moeilijk vindt, maar ik ben gewoon... Ik ben ook best wel muzikaal, dus ik maak wel, dat ketchup refrein heb ik zo gemaakt, bro. Dat heb ik echt heel snel gedaan. Yeah.